Hallo en welkom bij onze nieuwe, eigenlijk mijn nieuwe Let's Play, want Jasper, die bij jij doet het niet helemaal, toch Jasper? Oh, ben je begonnen? Nee, lijkt me zo. Oh, oké. Okay. Ik ben wel begonnen, heel droog klut. Maar ja, ik ga dus nu de wereld aanmaken. Ik speel nu de volledige Technic Pack. En ja, dat zit er dus heel veel mods in. Dat ga ik zo allemaal uitleggen. Maar ja, zelfs in de Technic Pack, als je nu gaat 7 chunks gaat doen. Ja, zelfs in de Technic Pack begin je natuurlijk de wereld. En ik heb gespannen op een boom, dat is allemaal geweldig. Waar tegen een boom help je? Begin je natuurlijk de wereld door een boom neer te halen. Boom help je. Zelfs met al deze technische shit moet je in het begin gewoon een boom met je blote handen kapot slaan. Want Bart is een boom help je. Ja, klopt. Nou, ik ga zo even kijken hoe het precies met deze wereld zit. Want ik heb de wereld net aangemaakt. Geen flauw idee. Ik weet niet waarom hij de blok, waarom hij de breking niet ziet, maar nu wel. Maar maakt niet uit. Ik hoop dat 15 mei, wanneer is dat? 15 mei, dat is aanstaande dinsdag. Dan komt Diablo 3 uit, dat weet ik. Ja, maar wanneer is 15 mei? Aanstaande dinsdag. Oh, dinsdag, oké. Okay. Dus ja, misschien zal ik even wat moeten vertellen over de mods die ik die in de Technic Pack zitten. In de Technic Pack zitten de twee belangrijkste mods zijn eigenlijk Boltcraft en Industrial Craft. Ja, Industrial Craft is heel industrieel en zo. En Boltcraft, dan kan je bijvoorbeeld dingen gigantische gaten automatisch laten graven. En dat soort shit. Je begint vaak met Industrial Craft en dan ga je door naar Buildcraft zo, en er is een paarse. Oh ja, Mo Creatures is ook geïnstalleerd. Daarom hebben ze allemaal van die kutgeluiden, daarom ga ik mijn muziek nu even wat zacht zetten, mijn sound. Dus ja, nou ja, daar ik heb een beetje hekel aan snow biomes, dus ik denk dat we maar beter even naar een andere biome moeten gaan. Dat ziet er wel gaaf uit. We gaan naar ons huis maken. Nog alvast de seed van deze wereld. Ik druk op F3 en dan is hier, zie je de seed waar ik nu met mijn muis overheen ging. Dus als je erheen voor jullie, weet ik veel, iets wil doen met deze wereld, dat deed Jesse wel eens. Dan weten jullie nu de seed. Ah, oké. Okay. Dus dat staat in het filmpje als je... konijn, die kon je toch op je hoofd zetten? Ik zweer het. Ah. Op je hoofd zetten? Ja, ik heb een konijn op mijn hoofd. Awesome. Dus ik heb nu live een konijn op mijn hoofd en ik ga... Ik weet niet, ik ga denk ik zo... Oké, maar... Oh. Wat? Dwergnaal paarsje, Prins Harry is overleden. Oh. Weet je hoe overdreven schattig dat beest was? Nope. Maar... Heel erg overdreven schattig. Cool. Ik ga denk ik nu hier even wat... Nog even een klein beetje hout naar beneden halen en dan ga ik hier... Mijn voorlopige beest maken. Want Bart is een boomelfje. Yep. Dat is hoe Jasper het zegt in ieder geval. Ga ik eerst even mijn base maken als ik vind het... Ja, dit wordt niet mijn uiteindelijke base, maar gewoon voor tijdelijk, zeg maar. Hey Bart, ik heb een idee. Wat dan? Even bij Skype share screen, dan kan ik kijken wat je aan het doen bent. Ja, dat doe ik zo. Wacht even, ik kom zo terug als we de share screen hebben. Nou, daar zijn we weer. Jasper die ziet ons nu. Oh, ja. Nu zie ik niks meer. Blijkbaar. Dan zie ik je muis. En zie je fabs. Dus dan moet je maar even niet veel screen doen, maar bijna veel screen. Oh, dat is allemaal geweldig. Maak niet uit hoor. Zie je het nog steeds? Nee. Nou, dat bleek dus niet helemaal mogelijk te zijn. Jammer. Zeker. Oh, je bent nu weer aan het recorden? Nee, lijkt maar zo. Ja, ik ben nu aan het recorden. Nou, mijn plan is eigenlijk om bij die bergen daar een klein huisje te maken. Maar die mijn, uiteindelijk huis natuurlijk. Ja. Maar gewoon vast tijdelijk huis, dan gaan we even een caveje in en zo, gaan wat graven. Diggy diggy hol. Dat is wat fuck is dat geluid? Nee, ik niet, kom bij jou vandaan. Nee, kom bij jou vandaan. Echt wel, kom bij jou vandaan. Oké, waarom maak ik nog een boeien? Maak een crafting table voor niks, dat is ook fijn. Een reserve crafting table.
Nou, wel dat gedacht, bij de Technic Pack een Wooden Axe hebben. Nou, gaan we nu even, daar gaan we de kool hakken. Dat wordt allemaal awesome. En dit zijn een village. Die worden gewoon, zijn gewoon random over de wereld heen gegenerate. Die kan je zelfs ook geld geven en allemaal grondstoffen en dan worden ze steeds groter. Wat je ziet nu. You need to be at least. Ja, nou ja. Dus, en dan kan je dus bijvoorbeeld dit allemaal, kan allemaal huren. Je kan ook hout van stelen, maar. Dan vinden ze niet aardig. En, oh, dat is van Tomcraft trouwens. Dus ja, dat is een leuke feature van deze mod. Die gaan we nog niet echt gebruiken. Maar. Misschien zo. Nou, ik zie daar een perfecte plaats voor mijn tijdelijk huis. Ik ga even dit kool weghakken eerst. Yep. Nou ja, dus ja, misschien zag je net zo'n klein dingetje in de lucht. Dat is van Thaumcraft. Ik heb met die mod, die heb ik eigenlijk nog nooit echt iets mee gedaan, maar dat wil ik wel gaan doen. Dan moet ik gewoon een aantal dingen gaan uitzoeken. Oké. Okay. Maar ja. Dit. Jasper, we proberen nog Tacket aan te maken eigenlijk, maar Jasper's PC deed het niet. Toch? Echt niet, het lag aan jou. Nee, het lag aan jou PC, Jasper. Ik weet het heel zeker. Nee. Heel. We hebben wel genoeg kool, denk ik. Ik wil alleen nog wat stone hebben. Wat cobblestone. Want dat is altijd handig. I used to be fat. Wat is vet? Zullen we even een beetje. Oké, okay, een paar cobblestone. Awesome. We zetten nu onze crafting. Oh my, what the fuck? Kom op, we redden de eend! Oh, yo! Hoe durf je? Hoe durf je? Oh, wat een gevecht! Het epische gevecht tussen een kat en een mens. Jij hebt een eend vermoord. Hard voor. Dit krijg je van eenden vermoorden. Oké. Okay. Jasper dacht, denk wat gebeurt daar allemaal? Of niet? Wat zeg je? Jij dacht waarschijnlijk wat gebeurt daar allemaal? Nee. Kattengevecht met een kat. Oh, oké. Okay. Fantastisch. Die gingen eend vermoorden, dat vond ik niet. Goed van hem. Wow, nee, je mag geen eenden vermoorden inderdaad. Mm-hmm. Oké, okay, we gaan dus nu vast beginnen met ons huisje. Ik heb een stone pickaxe gemaakt. Zetten we dit neer. En dan gaan we een huis maken, jongens. Het wordt een tijdelijk huisje. Prachtig. Misschien moet ik even wat kool gaan maken. Nou, als weet ik veel Jesse of zo kijkt, dan moet hij maar een comment achterlaten waar ik toch wel mijn huis moet maken, want ik weet het niet. Bart, je moet geen like-hoor worden. Ja. Yeah. Like-hoor? Dat is toch iets heel anders? Je vraagt om comments. Laat een comment achter, laat een comment achter, laat een comment achter. Ik vraag of als je een comment achterlaat of je dat kan doen. Oké. Okay. Oh, cool. Active is geweldig. Nou, daar is blijkbaar een gekke dorp. Nou, ik ga wat charcoal maken, denk ik. Gaan we ook nog even. Zo. Is altijd handig. Cool. Oh, waarom maak ik charcoal trouwens? Goede vraag. Ik ben gewend dat ik in het begin nooit kool vind, namelijk. Oh. Dus daarom maak ik charcoal voor niks. Cool. Nou ja, laten we praten, maar niet te veel over. Want je kan in charcoal kan je niet in een furnace doen, toch? Om mee te koken, misschien wel. Want waarom zou je dan nog normale kool willen verzamelen? Nou. Omdat charcoal 1 wood kost, dat is best wel duur. Ja, oké. Okay. En je hebt charcoal natuurlijk al een keer in een furnace gedaan, dus weet je alleen om nog een keer in een furnace te gaan doen. Ja, dat valt wel mee. Maar oké, we gaan nu even flink wat grondstoffen verzamelen. Ik zou zeggen, ik. Ja, wow. Even een torch neerzetten. Even lekker makkelijk naast elkaar.
Oh, volgens mij gaat er weer zo'n dingetje van Tomcraft langs. Dat ik weet of iemand het hoorde. En of course. En natuurlijk hebben we geen shovel. Dus die ga ik nou maken. Zie je, chicken, you've got a head with a shovel. Nee, ik heb geen chicken gezien. Prutter. Wel een eend. Dat is dat van Mo Creatures. In een normaal Minecraft zit er ook eenden. In normaal Minecraft zitten geen eenden. Wel. Nee, dat zitten kippen, geen eenden. Je hebt kippen en je hebt eenden, dickhead. Nee. Ik heb eigenlijk nooit een eend gezien bij normaal Minecraft. Ze zien er ongeveer hetzelfde uit. Ja. Zo gaan. Iets anders. Nee. Maar we gaan dan nu, wat is dit voor een gek? Oh, dat heeft met de lichting te maken. Ja, andere kleur smooth stone. Dat heeft met de goed verlicht te maken. Ja, wij zijn dus even naar beneden aan het graven nou. De iron, awesome. De iron verzamelen. Yippie. Oké. Dat gaan we zo even opkoken. Het zal handig zijn. Yep, there we go. Mm-hmm. Dus Jasper, heb jij nog wat leuks te vertellen? Nee. Nee, niet echt. Maar ja. Ik heb 2 dagen geleden heel hard mijn kop gestoten. Zo hard dat het ging bloeden. En dan heb ik een beetje een snee op mijn voorhoofd. Oh, yes, we zijn een cave tegengekomen. Oké, okay, hallo, doe eens even normaal met je geluid, joh. Wacht heel even. Okay. Dat is wel echt fixed, maar Jasper, je moet even uitkijken met je geluid hoor. Dat is heel irritant. Oh, kut. Oké, okay, Cave. We gaan eerst heel even een zwaard pakken, anders gaan we daar niet naar binnen. En dan gaan we wat resources harvesten, om het in Engels te zeggen. Ik doe vast de iron in de furnace. Waar ga je in? In een caveje. Zo. Gevaarlijk, hè? Kijk, dat is weer zo'n tome crafting-tje. Ik vind het echt heel leuk is om te doen. Nee? Een skeleton dungeon leegmaken zonder een sword, dat is echt leuk. Skeleton dungeon leegmaken zonder een sword? Ja, naar binnen lopen, torches neerzetten, naar buiten lopen en dan die skeletons achter je aanhalen en dan doodslaan. Tja. Hoe vaak gaat het goed? Zoals die Yogscaster deed met zand. Oh, dat was ook pro, ja. Jasper, fix je geluid eens even. Jasper. Ja. Ja, Jasper, fix je geluid. Nou, dat is even wat. Heb je geluid gefixt? Wat? Waarom ben je allemaal aan het doen, joh? Niks. Maar je maakt kapot harde geluid soms dat je... Serieus? Ja, dat is echt heel irritant. Ik ga me echt af voor dat komt. Ja, oké, nou we hebben dus nu een stone, een iron pickaxe. Oh, waarom hebben we eigenlijk een aardappel? We hebben een iron pickaxe en we hebben een iron sword. Heb je dat al? Dat doe je best wel nice. Ja, ik had het aangevonden. Oké, dan gaan we nu even flink in de caveje rondlopen en we moeten zo food hebben. Wat staat hier eigenlijk? Nee, oeps. Ja, zet op normal. Ik laat hem op normal, anders ga je dood als je niet genoeg eten hebt. En dat haat ik echt. Nou, let's go inside. Oh, koper, kijk. Hier hebben we koper, dat is eigenlijk volgens mij traditioneel gemaakt van Red Power, de Red Power mod. Maar het wordt vooral gebruikt voor... maar het wordt vooral gebruikt voor Industrial Craft. Dus we hebben nu wat koper verzameld, dus dat is allemaal geweldig. Verbaasd me dat ik nog geen monster tegenkom alleen. Maar... Oh, daar, yes. Awesome. En we komen nu al Ruby tegen. Ik weet niet precies, maar al die... Je hebt natuurlijk ook een aantal gems van Red Power. En dat zijn Ruby of Iron. Nee, Ruby. Oh ja, die hebben iets van Sapphire. 5. Die doen hetzelfde als Diamond, maar die hebben maar 500 charges. Ja, precies. Die doen precies hetzelfde. Ze hebben snelste... Ze breken het blok het snelste als Diamond. Maar ze zijn minder lang kunnen ze doorgaan, zeg maar. Dus dat is, de durability, in het Engels gezegd, is minder lang. Ja.
Ze gaan minder lang mee. Oh, en volgens mij heb ik veel te weinig torches. Oh, misschien. Zoek, en dit is appetite, volgens mij. Ja, het is appetite. Ik weet echt mijn god niet waarvoor dat is eigenlijk. Maar we harvesten het maar gewoon. Want het ziet er best wel leuk uit. Nog meer koper. Koper, dat is dat vind je best wel veel hierbij. Dat vind je in deze hoogte waar we ongeveer zitten, want zijn we nog niet zo heel diep. Vind je veel koper altijd. Wat kan je daarvan maken eigenlijk? Ook gewoon. Vooral kabels. We moeten ook nog naar rubber trees gaan zoeken zo. Dus. Oh ja, die fucking kabels. Ja, want ja, dat is natuurlijk een heel lang verhaal, maar daar komen we bij als we zo met Industrial Craft beginnen. Ga ik het allemaal precies uitleggen. Is het een beetje te begrijpen, Jasper? Ja, ik snap de ballen de handen van. Dus. Ja, precies, daar begrijpen we wel van. Maar ik leg het wel goed uit. Open. Oh, kut. Weerwolf. En ik heb geen fucking goede pickaxe ervoor. Ik heb geen. Volgens mij heb je een gouden zwaard nodig voor een weerwolf. Weerwolf? Ja, mo' creatures. Oh. Okay. Dus dan heb je geloof ik een gouden zwaard nodig. Dus als we zo'n weerwolf tegenkomen, hebben we een beetje een probleem. Want ik heb nog geen goud. Ik heb echt idee dat je gaat aankomen. Voor één immortal kan twee maar eens en twee behouders verslaan. Dat is echt leuk. Oké, cool. Godverdomme, die kutgeluid van het kutbeest. Kijk, weet je wat dit is? Ik zie ook gewoon helemaal geen mobs, maar. Nou ja. Ik had trouwens gehoord dat het met man creatures is echt fucking nu. Godverdomme, ik schrok me de tering. Daar staat hij. Oh fuck, ik ga dood. Ik heb zo'n hekel aan die tering geweest en ik heb natuurlijk geen gouden zwaard. Waar is hij? Blijf op afstand. Blijf op afstand. Het gaat heel lang duren, jongens. En natuurlijk heb ik ook geen eten mee, dus mijn health regenereert niet. Dat je eten mee moet je eten. Ja. En dat doet fucking. Yes! Victory. We hebben hem dood. Het duurde eventjes, maar we hebben hem dood. Oké, jongens. Het wordt meer iets te heet, dus ik ga als we begonnen boven. Het is wel grappig, hè? Jasper en ik hebben Saul gezien en zo en dat soort films. Maar toch is Minecraft enger als Saul. Dat is heel. Saul is best wel eng, hoor. Ja, maar ik vind op de een of andere manier vind ik Minecraft enger als Saul. Kan dat? Saul is ook best wel eng. Saul is. Saul, dat is een film, hè? Vies, hè? Minecraft ben je echt zelf bezig. En ik wil nooit doodgaan, dan ben ik alles kwijt. Dus daarom schrik ik ook meer. Oh, fuck. Hoe kan ik doodgaan? Ik zit op normal. Oh mijn god, waarom ga ik dood? Kut. Ik dacht toch echt dat ik je niet dood meer kon gaan daardoor. Oké, fuck dit. Ik sta bij een torch, maar ik weet niet precies waar. Oh, je houdt een halve leven over bij normal. Ja? Wist jij dat? Ja, dat wist ik. Dat is mooi kut. Ik heb er nu alleen maar een halve leven over en ik zit in een cave. Oké, dat is allemaal geweldig. Een half hartje is niet zo veel. Nee, echt. Dus daarom moet ik ook als een gek hieruit zien komen. Oh mijn god. De eerste episode is al epic. Nee, valt zich best mee. Maar hoe ga ik hier op godsnaam uitkomen? Hou je trouwens wel de tijd in de gaten, of wat? Ja, ik ga zo, als ik boven ben, ga ik even kappen. Maar godverdomme. Ik weet niet waar ik mee moet. Ah. Godverdomme. Oh, fucking hell. Nee, daar moet ik sowieso niet heen. Waar kwam ik vandaan? Oké, sorry jongens, ik ben gewoon idioot slecht in de weg terugvinden. Oké, we gaan goed kijken nog even een keer. Ik moet ergens in het plafond kijken, dat komt nog. Ja. Nee, daar ook niet. Oké, ik kom terug als ik het heb gevonden. Oké, ik heb besloten dat ik. Ja, nu wel. Ik heb besloten dat ik de harde aanpak ga doen, dus ik ga gewoon recht naar boven graven. Want anders kom ik er nooit meer uit, weet ik zeker. Was je net de hele tijd aan het vidden of wat? Ja, tuurlijk. Oké.
Nu nog steeds. Wat denk jij dan? Dat weet ik niet. Misschien dat je hem stoppen zet. Oké. Dus omdat ik om mijn god niet meer weet waar ik heen moet en ik niet meer dat kut ingangetje kan vinden. En omdat ik natuurlijk zo slim ben om dat niet gewoon, nou ja. Ga ik me gewoon recht naar boven graag, want ik heb echt geen zin om dood te gaan. En ik dacht dat je bij normal je halve levens overhield. Dat is een beetje easy. Oké. Nou, ik hoor diep ben ik precies 51, dus ik zal bijna boven moeten zijn al. En het is dag, dus dat is allemaal geweldig. Oké, ik zie niks. Torch. Oh, ik ben zo goed in het spellen. Ik had eten moeten meenemen als ik slim was, maar... Oké, ik zit dus ook weer net in een berg, waardoor ik natuurlijk veel hoger moet. Nou ja, fuck dit, ik ga gewoon rechtdoor. Werden dat zo gewoon een creeper achter mij spant ofzo? Wat want, zeg je? Ja, ik zeg werden dat er zo een creeper achter mij gaat spannen, want het is helemaal donker. Yeah. Achter cool. Mij, omdat ik steeds met mijn torch moet verplaatsen. Heb je ook niet genoeg torches mee dan? Nee. Waarom ben je daar zo diep van gaan? Ik was niet diep, maar ik zit nu onder een berg, daarom moet ik fucking ver naar boven graven. Graaf dan opzij. Nee, dat is niet cool genoeg. Dat is slim, hè. Wacht, welke kant kan ik het best opgraven? Wacht, is de torch nu zitten? Die kant kan ik het best opgraven. Nou, ik denk niet meer dat ik dood ga in dit geval, dat is al een hele vooruitgang. En ik ben level 1. En ik heb een weerwolf gedood. Wow. En je bent volgens mij al veel te lang bezig. Ik denk dat het reuze meevalt, en anders knip ik het in twee parts. Nou ja, we skippen even totdat ik hier rijp ben. En we hebben het gehaald, jongens en meisjes, en weet ik veel wie er allemaal naar kijkt. Of wel. De stutter is boven gekomen. Ik ben er eindelijk uitgekomen en... Oh, wat een faal. We gaan dus morgen gaan we eten vinden. Nou, we gaan zo even eten vinden. Maar dat gaan we in de volgende fit doen. Dus. Ik ga nu binnen staan. En tot de volgende episode.